Breda Nu. Je weet het meteen. Sinterklaas bracht een bezoek aan het Chassé-theater. Dit Sinterklaasfeest werd anders dan alle anderen. Want zijn vrienden Karel de Kok, hofdame Frandolien en hoofdlakei Franciscus hadden een grote verrassing voor de Sint. Na de show konden de kinderen met Sinterklaas en zijn vrienden op de foto. En hebben we het allemaal een beetje naar ons zin gehad, kinderen? Vond u het leuk, Sinterklaas? Ja, het was heerlijk. Het is altijd fijn in Breda. Ja, het was eventjes een vraagteken of het cadeau terug zou komen. Ja, ja. Maar die is gevonden. Ja, dankzij Franciscus, ja, hè? Dankzij, ja. Mij, ja. Dankzij Franciscus. Ja, ik zorg altijd dat alles goed komt in mijn eentje. Nou, Franciscus, wij hebben ook meegeholpen, ja, hè? Ja, maar het is toch voornamelijk Franciscus die het allemaal regelt, hoor? Ja. Ja, Franciscus, complimenten. Het is allemaal goed gekomen. Dankjewel. Complimenten. Zo, we hebben net naar Sinterklaas gekeken. Wat vonden we ervan? Was het spannend? Ja. Ja? Nee. Nee, jij vond het niet spannend? Vond je het wel leuk? Ja. Ja, ik vond het echt heel leuk. Ja, het was natuurlijk even de vraag of het cadeau zou terugkomen. Ja, oh ja, dat was wel ontzettend spannend, ja. Nee, maar ik had alle vertrouwen in dat er goed ging komen. Ja, en leuk natuurlijk dat Sinterklaas even tijd voor ons maakte. Ja, zeker weten, ja. Altijd leuk om Sinterklaas in het land te hebben, ja. Maar gelukkig is het goed gekomen, dus gaan jullie je schoenen ook allemaal zetten vanavond? Ja. Ja. Ja? En wat hoop je dat erin komt? Ik hoop, met pakjesavond hoop ik een drone die een camera heeft. De kinderen gaan allemaal natuurlijk hun schoen zetten. Ja, en gaat u vanavond alweer het dak op met de Pieten? Ja, natuurlijk. Ja, voor ons is dit spitsuur, hè. Ja, want we reizen vanop naar her en de Pieten gaan van dak naar dak, dus... Jongens, jullie kunnen er weer tegenaan, hè? Oh ja, zeker Sinterklaas. Ja, ja, ja. En zeker de Koppiet, dus die... Ja, dan wil ik u in ieder geval bedanken, ook namens al deze kinderen, dat u vandaag vrij voor ons heeft gemaakt. Ja, ja, en dan wens ik u heel veel succes de komende dagen. En veel plezier ook op 5 december. Fijne verjaardag alvast. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. We zullen het zeker doen. Doei, doeg! Dag dan, Dani. Breda Nu. Je weet het meteen.